Deel 2 over de Duitse krimi. De Duitse tv-zenders zijn onwaarschijnlijk constant in hun programmering. Je kunt er jaren bij vandaan gaan en je ziet nog steeds dezelfde kwalitatief zeer hoogwaardige buitenlandreportages die we hier in Nederland van het type en die kwaliteit niet eens kennen, door alweer de daar grotere budgetten. Ze worden dikwijls nog altijd in hetzelfde tijdslot uitgezonden zelfs en dan vaak ook nog aangekondigd door nog altijd dezelfde commentaarstem. Ik herinner me dat mijn zwager ooit in de jaren 80 opmerkte dat de serie Tatort al zo verschrikkelijk lang bestond. En nog altijd hetzelfde intro met daarbij dezelfde muziek, die trouwens ook nu nog steeds niet verouderd klinkt. Knap is dat. Tatort is inmiddels bijna 30 jaar na die opmerking, ja het is 10 jaar geleden geschreven, is inmiddels 30 jaar na die opmerking van mijn zwager zo goed als zeker het programma waarvan het intro het langst ter wereld hetzelfde is gebleven. De serie begon in 1970 en er zijn nu, in 2009, bijna 750 afleveringen van gemaakt. De titelmuziek is overigens gemaakt door jazzmuzikant Klaus Doldinger, die veel met Udo Lindenberg samenwerkte en die ook de muziek voor Das Boot maakte. Szymanski is veruit de bekendste Tatort-ermittler. Maar ik herinner me zo het gezicht van criminaal-obercommissar Heinz Haverkamp, die altijd in gesprekken met zijn echtgenote de zaak besprak en die net als Dirk vast immer in trenchcoat te zien was. Maar ook Paul Trimmel en criminaal-hauptcommissar Finke, Marek, Bergman, Wiegand, Bülow, Fichtel kan ik me zo voor de geest halen, terwijl ik toch een uitermate slecht geheugen voor gezichten heb. Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar de oerkrimi die het begin van het tijdperk van de Duitse krimi zo'n beetje inluidde, was de door Herbert Reinecker geschreven serie Der Kommissar met Erik Ode in de hoofdrol als commissaris Herbert Keller. De serie werd jarenlang steeds in zwart-wit gedraaid. De geleidelijke invoering van kleurentelevisie vond in Nederland en Duitsland plaats rond 1967-1968. En de eerste aflevering van Der Kommissar werd uitgezonden op de ZDF op 3 januari 1969. Van de serie werden 97 afleveringen gedraaid en hij liep, nog altijd in zwart-wit, tot januari 1976, toen vrijwel alle andere programma's al in kleur gedraaid werden. Even de bijrollen in Der Kommissar was een toen nog zeer jonge Frits Wepper, die tot aan aflevering 71 inspecteur Harry Klein speelde. Hij stopte met die rol in 1974 omdat de persoon van Harry Klein, ook daar uiteraard gespeeld door Frits Wepper, toen overstapte naar een andere, ook door Herbert Reinecker geschreven serie met de naam Dirk, die vanaf dat jaar van start ging. Inspecteur Harry Klein werd in Der Kommissar opgevolgd door zijn broer, Erwin Klein, een rol van Elmar Wepper, inderdaad de jongere broer van Frits, die de rol tot aan de laatste aflevering speelde.